Leesjewijs is de titel van een nieuwe Surinaamse e-book-app die vanmorgen is gelanceerd. De soft launch heeft plaats gehad in het Telesuur Multimedia Innovation Laboratory, T-Mail. De e-book-app is een initiatief van de stichting Kinderboekenfestival en Telesuur. Het doel is lezen onder Surinaamse jongeren te stimuleren. De Kinderboekenfestival mobiele applicatie KBF-app is in T-Mail gebouwd als onderdeel van de social responsibility van Telesuur. Kinderen van Suriname hebben nu toegang tot de e-book-app Leesjewijs om hun favoriete Surinaamse kinderboeken te lezen. Deze app is gebouwd door de toenmalige Natin-student Jonathan Toby. Hij heeft de KBF-app tijdens zijn stageperiode ontwikkeld onder begeleiding van ICT-medewerkers van T-Mail. Toby geeft tijdens de soft launch aan hoe deze KBF-app tot stand gekomen is. Maar daarna was het niet gewoon ontwikkelen. Er waren bepaalde stappen, zoals de sessie met de DOS-school. Die is gehouden, gesprekken met de stichting over wat ze precies wilden uit zo'n applicatie. De onderzoeken over hoe we zo'n applicatie mogelijk zouden kunnen maken met dat wat we nu hebben. En natuurlijk rapportage naar T-Mail toe, moest elke week. En de sessie van de DOS-school was de belangrijkste, denk ik. Omdat daar, als het ware, de kinderen mochten zeggen als zo'n applicatie geaccepteerd werd of niet. Jonathan Toby vanmorgen tijdens de soft launch van de KBF-app Leesjewijs. Volgens Romano Doulat, manager T-Mail, heeft Toby deze app binnen 3 maanden gebouwd. We hebben tijdens dit proces hebben we hem ook gevraagd van voor wie bouw je die app? En toen hebben we hij als antwoord gegeven, en ook mevrouw Caprino, we doen het voor de kinderen. En dat is ook de reden waarom de kinderen van de Dot School vandaag hier aanwezig zijn. Want we hebben met ze gesproken. We hebben ze gevraagd als die app zou voldoen, als ze het leuk zouden vinden. En die bevestiging hebben we ook van ze gehad. Vandaag is het zover. Telesuur is, als het gaat om de faciliteiten, de gastheer. Het is bijzonder om jullie met z'n allen hier te zien in T-Mail. Aldus Romano Doulat, manager van T-Mail. Hij sprak vanmorgen bij de soft launch van de Kinderboekenfestival e-book mobiele applicatie Leesjewijs. De app is voorlopig nog in de pilotfase en de officiële launch zal na 3 maanden plaatsvinden.